Goeiedag. Een rustige septemberochtend met een mooie zonsopkomst. Maar het was vanochtend wel behoorlijk koud. Afgelopen nacht lage minimumtemperaturen. In Eelde koelde het af naar 3,6 graden en daar bleef de temperatuur vlak aan de grond op 10 centimeter hoogte, maar net boven het vriespunt met 0,8 graden. Dat rustige weer, dat houden we de komende tijd nog wel even vast, dus er zitten nog meer van dit soort koude nachten in de verwachting. We hadden ook nog steeds met een aantal buien te maken en dat leverde ook nog regenbogen op, zoals hier in Drenthe. Daar werd de fiets even geparkeerd om die regenboog nog vast te leggen. Op het radarbeeld zien we de buien van de afgelopen uren, onder andere dus die buien in Drenthe. En vanuit het noordwesten, vanaf de Noordzee, worden nog enkele exemplaren richting het zuidoosten gevoerd. Hoe gaat dat de komende uren verder met die buiigheid? Maak ik even een klein stapje in de tijd naar dinsdagmiddag. De prognose van het weermodel. En dan valt op dat die noordwestelijke windrichting nog wel even stand houdt. En dat daarmee dus nog wel enkele buien worden aangevoerd. Maar dat de hoeveelheid buien wel steeds verder afneemt. Een hoge drukgebied vanuit het zuiden van Engeland breidt zijn invloed uit naar het oosten. En dat drukt bij ons die buiigheid. En we zien ook dat het woensdag eigenlijk een groot deel van de tijd droog blijft. Vanmiddag hebben we dus nog wel met een aantal buien te maken. Vooral in het noorden en oosten van het land. Die trekken dan geleidelijk weg met die matige noordwestenwind. En tussendoor ook ruimte voor de zon, afgewisseld met wolkenvelden. En dan is het zo'n 16 graden. Vanavond een stuk minder buien, lange droge periode. De wind gaat al een klein beetje liggen en dan begint die temperatuurdaling. In het noorden en oosten een graad of 10, in het westen en zuiden zo'n 12 of 13 graden. Komende nacht wordt het dan opnieuw zo fris. In het westen van het land heeft dat warme zeewater nog zijn effect op de minimumtemperatuur. Daar een graad of 10. Maar hoe verder we naar het binnenland gaan, hoe minder wind er komt te staan. En ook hoe verder het kan afkoelen onder die heldere hemel. Laagste temperaturen opnieuw verwacht voor het noordoosten. Daar zo'n 2 of 3 graden. En vlak aan de grond kan het lokaal dan tot die eerste grondvorst gaan komen. Omdat er weinig wind staat, kan er ook wat nevel of een mistbank opstaan. Op sommige plaatsen ook wel wat dichtere mist. Kan het verkeer morgenochtend vroeg nog last van hebben. Maar dat verdwijnt allemaal al vrij snel. En dan krijgen we een vrij zonnige dag. Heel lokaal nog een enkel buitje, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. De wind is iets gedraaid naar het westen. Een zwakke wind, windkracht 2. En met die zonnige periode wordt het dan ook een klein beetje warmer, 17 of 18 graden. Donderdag belooft dan de mooiste dag van de week te worden. Dan ronduit zonnig weer, een graad of 19. Ook vrijdag nog 19 graden, maar vanuit het westen nadert er dan een storing en gaat later op de dag de kans op regen toenemen. En dat zorgt ervoor dat er vanaf het weekend toch wel weer kans komt op een wat wisselvalliger weertype. En de temperatuur gaat dan ook geleidelijk weer een klein beetje omlaag.